Ik wil dat graag zijn. Ik weet niet wat ik het ben. Ik denk dat andere mensen daar misschien beter een beeld over kunnen. Want ik ken de definitie niet. Maar als ik de definitie zou mogen vormen, dan ben ik er één. Ik ben Thomas van Gakku en ik geef technologie-inspiratielessen met de focus op momenteel RFID. Mijn hoofdactiviteit is mensen opleiden, trainen, inspireren in een bepaalde technologie. Er wordt enorm veel freelance werk gedaan vandaag de dag. Ik vind dat zo absurd als ik kijk naar sommige bedrijven, dan zeker als het over overheidsopdrachten gaat, dat is gewoon 90% freelancers. En ja, daar zitten heel veel technologie-freelancers bij. Dus als iemand tijd steekt in het verbinden van die mensen, dat was gat in de markt, weet ik niet, maar ik denk het wel. Ik denk niet dat er nog gelijklopende projecten zijn. Die voedingsbodem is daar. Voor een freelancer is die voedingsbodem van Agoya heel, heel sterk, hè, omdat al die bedrijven daarin zitten. Ik ben ervan overtuigd dat een van mijn sterkste partners voor mijn technologie-events uit Agoya zal komen en niet uit de andere netwerken. Omdat het overstijgt de zeer harde nood langs beide kanten. Bedrijfs- en freelancers.